Hey, daar ben ik weer. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik zit alweer buiten. Ik weet niet of dit een ding wordt, maar ja, ik heb geen studiolampen en buiten is het licht gewoon echt super goed. Dus ja, zolang het weer toelaat, kan ik lekker buiten filmen, toch? Anyway, ik denk niet dat jullie zijn gekomen om te luisteren naar mijn geklaag over het hebben van studiolicht. Of eigenlijk het ontbreken daarvan. Wat ik vandaag ga doen is een budget challenge. Ik ga voor minder dan 25 euro een compleet outfit proberen te scoren bij de Action. En ik heb hier echt super veel zin in. Ik weet niet zo goed waarom, want volgens mij is het echt een totaal kansloze missie. Ik denk dat het komt omdat ik het zelf ook super leuk vind om dit soort video's te zien. En ik kan ook wel wat nieuwe kleding gebruiken. Ik heb geen idee of dit gaat lukken of dat ik überhaupt iets ga vinden bij de Action. Want ik heb, om eerlijk te zijn, nog nooit kleding gehaald bij de Action. Dus ik weet ook totaal niet wat er in hun assortiment zit. Maar daar komen we snel genoeg achter, dus laten we snel naar de Action gaan. Voordat we verder gaan met de video, wil ik jullie vragen om deze video vast een duimpje omhoog te geven. En als je dit soort video's leuk vindt, druk dan ook even op de abonneerknop. Dan blijf je altijd op de hoogte van nieuwe video's. Dankjewel. Oké, ik ben bijna bij de Action. Ik heb Booba ook meegenomen, want die wou toch even uitgelaten worden. En bovendien vind ik dat best wel awkward om in de Action te vloggen. Dus als iemand me dan raar aankijkt, kan ik altijd nog doen alsof ik tegen Booba aan het praten ben. In hoeverre dat dan minder raar is, I don't know. Maar ik wou eigenlijk naar de Action van Friesveen, omdat die best wel groot is. Maar Daphne heeft vandaag de auto mee. Oh, ik kom de scooter aan nog tippen. Die scooters maken altijd zo tering veel lawaai. En dan hadden jullie mij niet meer kunnen verstaan, maar hij is nu weg. Maar Daphne heeft dus de auto mee, dus ik kon niet naar de Action in Friesveen. Dus ik ga nu naar de Action in het centrum van Almelo. Maar die is niet zo heel groot, dus ik hoop dat ze wat hebben. Of dat ze überhaupt kleding hebben. I don't know, wish me luck. Oké, ik ben in Action. Nu op zoek naar de afdeling met de kleding. Zoals ik al zei, ik koop dus nooit kleding bij de Action. Ik heb dus ook geen idee waar de kleren liggen. Oh, hier zie ik iets van sokken en zo. Oh, ook schoenen. Oh, die zijn best wel grappig. Oh, die zijn ook gelijk 1995. Ja, dat wordt hem niet. Dat zit wel bijna op ons budget heen. Dit is volgens mij de sportafdeling of zo. Oh, ik geloof dat ik de kleren heb gevonden. Ik zie al slippers. Schoenen. Ah, kijk. Er zitten hier ook heren schoenen tussen. Kijk, ik zie wel een soort van namaak All-Stars. Ze zijn best wel cool, maar ze zijn wel heel erg klein. Waarschijnlijk een vrouwenmaat. Maar misschien heb je ook wel in een herenmaatje. Het scheelt dat ik niet zo'n hele grote schoenmaat heb. En mijn ervaring is dat goedkope schoenen altijd best wel groot uitvallen. En ik zie hier al een maat 41. Dus ik denk dat dat wel gaat passen. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk kleurtje. Maar ja, als ik niks anders kan vinden, heb ik altijd die nog. Oh, ze zijn er ook in deze kleur. Die vind ik eigenlijk best wel leuk. Eens kijken of ze die dan ook in een 41 hebben. Oh, dat is echt een bende, jongens. Jezus. Weet je wat, misschien moet ik eerst op zoek naar de mannenafdeling. Want volgens mij is dit gewoon de vrouwenafdeling. Nee, man, dat zou ook een mannenkledingafdeling hebben. Ik zie hier wel allemaal basic t-shirts. Kan altijd. Ik ga ook niet vertellen dat dit de complete mannenafdeling is. Kijk. Dat is echt alleen basic shit. Wat ik heb wel deze schoenen gevonden, maar die zijn gelijk 12,95. Dat is de helft van mijn budget. Misschien als ik andere goedkope dingen tegenkom dat het kan, want ik vind de schoenen op zich best wel oké. Gewoon witte sneakers. Zo duur. Ik doe ze van nu maar even in het mandje. Oké, ik raak nu toch wel een beetje in paniek, jongens. Als dit alles is wat ze hebben, het is allemaal zo basic. Een paar witte t-shirts, grijze shirts en een paar hemdjes. Dit wordt nog lastiger dan ik dacht. Ik heb in ieder geval schoenen. Nu moet ik alleen nog een broek en een shirt of een trui. En ik hoop eigenlijk op een spijkerbroek zo, want een spijkerbroek kan altijd natuurlijk. Wat is hier? Ik zie hier wel een soort van joggingbroek. Ja, ik zou niet zo snel zelf dragen. Maar voor nu is het beste wat ik zie en hij is ook maar 5 euro. Dus die gaat even in het karretje. Ik ga toch maar eens verder kijken of ze er nog meer hebben, want dit kan toch niet alles zijn. Toch nog maar eens even bij de sportafdeling kijken. Misschien dat daar toch nog iets een leuk vest of zo tussen zit. I don't know. Ik weet niet wat het gaat worden, jongens.
Ik zie hier een sportje liggen wat er op de foto nog wel oké uitziet. Je kunt het toch een beetje zien en volgens mij gaat dit er echt nooit zo uitzien. En bovendien is het eigenlijk een sportshirt. Maar op zich. Wat vind jij, Booba? Oké. Ze hebben een grijze hoodie en op zich kan het wel, maar ik hou dus echt niet van hoodies met een rits erin. Dus ik weet het niet zo goed. Deze vind ik eigenlijk nog best wel cool. Ook een rits, maar wel een leuke blauwe kleur, dus vind ik wel leuk. Alleen, hij is 16,95. Dat kan dus niet, want dan zit ik samen met de schoenen al ruim boven het budget. Ik heb hier een jeans gevonden. Nou, het is eigenlijk een dames jeans. Maar hij gaat wel tot maat XL. En hij is stretch. Misschien dat ik dit gewoon doe. Want de enige andere optie die ik bij de herenafdeling zie, is dit. En ja, dat wordt hem echt niet. Ik heb hier de XL. En ik denk serieus dat hij wel gaat passen. Ga ik dit doen? Ik heb nu al iets van 3 opties voor mijn broek, want ik heb ook nog een zwemshort gevonden. Nu moet ik eigenlijk nog even kijken of ik iets van een top vind, een shirt of zo. En dan kan ik kijken wat ik met elkaar ga combineren. Maar ik zie allemaal best wel basic dingen. Ja, ik kan natuurlijk gewoon een simpel wit shirt doen. Dat vind ik wel heel erg makkelijk. En ik zie hier van die polootjes. Maar ik vind polo's heel eerlijk echt verschrikkelijk. Ik denk niet dat ik dat doe. Oh, ik zie hier een shirt met het Star Wars logo die ik niet haat. Ik vind het wel echt goede leden. Maar het Star Wars logo is op zich wel leuk. Ja, misschien hebben ze hem ook nog gewoon een andere kleur. Damn, ik zie hier best wel een tof Batman shirt, maar die is er alleen nog maar in de maat S. Damn, ik moet een L hebben. Jammer. Ik dacht, ik kijk ook nog even bij de dames shirts, want je weet me nooit. En toen zag ik dus dit shirt liggen, dacht ik, oh, die is best wel tof. Totdat ik hem openvouwde. Hello there, darling. Mwah, laten we dat maar niet doen. Oké, ik denk dat ik alles heb. Ik wilde echt nog iets van een accessoire of zo, maar ik zit nu bijna aan mijn budget. Dus ik denk niet dat dat hem wordt. Tenzij ze nog iets van een accessoire hebben voor 20 cent of zo, maar dat denk ik niet. Ik heb het er warm van gekregen. Niet dat het nog niet warm was, maar ja, je snapt wat ik bedoel. Goed, ik ben terug van Action. Het was moeilijker dan ik had verwacht. Of eigenlijk was het precies waar ik bang voor was. Maar ik had ergens nog een beetje hoop dat het toch nog mee zou vallen of zo. Maar nee. Misschien komt het ook omdat ik naar een best wel kleine vestiging was. Want misschien als je bij een grotere Action bent dat het wel meevalt. Maar het was nu echt dramatisch. De keuze was echt heel erg beperkt. De vrouwenafdeling viel nog wel mee. Daar is best nog wel veel dingen en ook een aantal dingen die best wel leuk waren. Maar ja, daar heb ik natuurlijk weinig aan, want ik kwam natuurlijk voor de herenafdeling en die was echt verschrikkelijk. Ik geloof dat ze dus 2 broeken hadden, waarvan er één ook nog een joggingbroek was. En die andere, ja, die heb je gezien, ja, daar ga ik echt niet in lopen. En de bovenkleding, ja, dat was allemaal super basic. Hemdjes, even shirts, wit en zwart en grijs. Ja, dat viel mij heel erg tegen. Maar goed. Het is wel gelukt. Ja, zo lijkt het net alsof ik gigantisch heb ingeslagen. Valt heel erg tegen. Er zitten letterlijk 3 dingen in deze tas. Maar dat maakt niet uit, want het zijn wel leuke items. Ik ben op zich wel redelijk geslaagd. Ik denk dat ik wel leuke items heb gehaald. Ik hoop dat het een beetje goed zit en dat het mooi staat. Want je kunt in Action natuurlijk niet passen. Dus dat is wel een nadeel. Ik hoop dan ook dat ik de goede maat heb meegenomen. Maar het eerste item wat ik hier heb is dit shirt. Die kostte €3,99. Ik weet niet zo goed waarom er zo'n raar etiketje op zit. Waarschijnlijk is die al een keer door iemand gekocht en teruggebracht. Dus dat loopt heel goed. Maar het is op zich wel een leuk shirt. Kijk, gewoon een zwart shirt. Ik heb hem in de maat XL gekocht. Zodat hij een beetje oversized zit. En hij heeft een zilverkleurig Superman logo. Klinkt wel leuk. En dit was een van de shirts die ik het minst goedkoop uit vond zien. Ja, ik denk dat hij wel leuk kan zitten. Ook als je de mouwen een beetje oprolt. Dat hij best wel leuk is. Ik vind het ook wel cool dat hij hier dan nog het officiële Superman logo aan de binnenkant in heeft zitten. Ik weet nog niet zo goed wat ik van de stof vind. Het is een beetje stretchy. En ik weet dus niet hoe dat gaat zitten. Want dat kan dan best wel raar vallen soms. Maar ja, dat gaan we zien. Dit is het eerste item. Door naar het volgende item. En dat zijn deze schoenen van Umbro. Die vond ik op zich wel tof. Ja, ik had ook niet heel veel meer keus. Maar ze zijn op zich wel prima. Gewoon witte sneakers. Ik vind de sole wel een beetje dun. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat staan. En ze zijn maat 42, maar ik vind ze er vrij groot uitzien. En zoals ik al zei, vaak vallen goedkoop schoenen
een beetje groot, maar ze hadden geen maat 41, dus ik heb deze maar meegenomen. Dus ik ben benieuwd. En ja, ik vind ze op zich wel leuk. En dan is het tijd voor het laatste item en bereid je voor, dit is echt een klapper. Dat is namelijk, yep, deze vrouwenbroek. Ik heb echt nog nooit een vrouwenbroek gehaald. Maar ja, zoals ik al zei, de keuze was zo ontzettend beperkt. Het was of een joggingbroek, of een zwembroek, of die ene rare Indiana Jones broek. Ik vond een zwembroek een beetje makkelijk, want dat is toch niet echt, ja, kleding. Hoewel ik in de zomer eigenlijk bijna altijd in een zwembroek loop hoor, maar ja, ik weet niet, ik vond het toch een beetje een makkelijke optie. En ik had dus voor die joggingbroek kunnen gaan, maar ja, ik weet niet. Is ook niet echt mijn ding. En toen zag ik dus deze spijkerbroek liggen. En het is best wel een simpel model. Er zit eigenlijk helemaal geen poespas aan. Het is gewoon een donkerblauwe jeans. Alleen dus een vrouwenmodel. Maar hij was dus in de maat XL. En het ziet er wel uit alsof dit mij gaat passen. Dus ik dacht, ja, weet je, waarom niet? Het is gewoon een hele basic broek. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe die gaat staan. Oké, dat zijn alle items. Ja, zoals ik al zei, het zijn er niet veel. Maar ik denk dat het samen op zich wel een leuke outfit kan zijn. Als die broek tenminste een beetje normaal zit. Dat weet ik dus niet, want het is wel een vrouwenmodel. Ik weet ook niet of daar verschil in zit tussen een herenmodel en een damesmodel. Ja, vast wel. Maar zou je dat ook bij zo'n basic broek van een goedkope winkel merken? Ik weet niet. Ik denk dat er maar één manier is om erachter te komen. En dat is passen. Oké, dit is hem dan. De outfit. En eerlijk gezegd, I'm not mad about it. Ik vind het eigenlijk best wel leuk. Die broek zit ook verrassend goed. Past goed. Hij zit hier zelfs een beetje wijd. Ik vind de schoenen wel leuk. En het staat samen ook allemaal wel leuk. Ik vind alleen het shirt vind ik wat minder. Want dat komt door die stretchstof. Ik heb hem al in een XL gekocht. Maar nog zit hij best wel... Ja, nou sluit het wil ik niet zeggen. Maar je ziet wel dat er een taille in zit. Ja, dat komt dus door die stretchstof. Kijk, zie je, het zit hier net een beetje gek vind ik. Dat had voor mij wel wat minder getailleerd gemogen. Ja, kijk, nou kun je het wel helemaal zien. Dat vind ik een beetje jammer, terwijl dit dus al een XL is. Maar de broek is echt wel tof. Die staat ook wel goed. En ik vind niet dat je ziet dat het een vrouwenbroek is. Want die broek zit trouwens ook nog best wel lekker. Wel een beetje een zweterig stofje en dit shirt ook. Maar verder zit hij best wel comfy. De schoenen zitten trouwens ook wel fijn, de maat is wel goed. En ja, zit wel lekker. Ja, ik heb het wel goed gekeurd. Valt me heel erg mee. Ja, voor 25 euro vind ik het toch echt best wel een tof outfit. Daphne is ook net thuis gekomen. Ze vraagt wat zij ervan vindt. Wat vind je van de broek? Ja, ik vind het heel cool. Ik had niet door dat het van Action was. Oh, echt? Ja. Ja. Zo cool. Het is wel grappig dat je dat zegt. Het is eigenlijk een vrouwenbroek. Echt? Ja. Oh, ziek. Oh, dat had ik echt niet door. Nee. Helemaal niet. Nee, kun je dat nog steeds niet zien als ik het aan heb? Nee, ik vind van niet. Ook omdat je wel een baggy zit, zeg maar. Dus dan... Ja. Dus ja, ik... het is echt wel cool. XL. Lachen. Ja, lachen, hè? Geniaal. Ja, ja, leuk. Ja, wat vind je van de rest van de outfit? Ja, ik vind die schoenen ook wel leuk. Ja, ja. Het staat gewoon allemaal wel cool bij elkaar. Ja? Ja. Nice. Het is dat je een beetje hebt opgerold en gedaan, dat maakt het wel leuk. Ja. Nice. Cool. Nou, dat was de video weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als het zo was, geef hem dan even een duimpje omhoog. En laat in de comments ook even achter wat je van de outfit vindt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!